Ipo. Nee, Josh. Lekker hoor. Heb ik. Oh. Ja, mijn jas, goh, joh. Ik dacht, was dit voor foto's alleen maar. Oh, film je nu? Film je nu? Ja, nu pas film ik. Wacht, je gaat even terug daar naartoe. Toet, toet. Ja, hallo. Als jij nou even helemaal achteruit loopt, ja, terug loopt. Net als de noppers. Net als de noppers. Ja. Maar hoe zijn jullie op het idee? Ja, geen spulletjes aanraken, hè? Eerst vragen. Met de ogen. Eerst vragen. Ja, heb je helemaal gelijk. Josje, ja, Simon! Ik zal het aanwijzen. Romeo mag een armbandje uitzoeken. Maar dan kan je dus, en dan kan je, als je dus later misschien foto's gaat. Mag ik deze? Een foto maken, dan gelijk komt die de foto. Dat is een ouderwetse. Dus een Polaroid-camera. Ja, heel goed, Mo. Polaroid. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om al een beetje te beginnen? Romy, we mogen een arbeidje uitzoeken. En nu jou. Omdat mijn zoon, als we op vakantie gingen, dan ging hij altijd elke kringloopwinkel af. Dat vond hij prachtig. Polaroid-camera. Polaroid-camera. Ja. Hebben jullie dat? Ja. Nou ja, dan kun je gewoon sparen. Ja. Ik ben voor je oma. Dan moet je maar eens een keer rustig hierheen gaan en dan ga je kijken voor een Polaroid-camera. Neem je centjes mee. Kijk, dit is zo'n ding. Daar doe je water in en dan draai je het kraantje op. Komt er water in. Ik denk dat het meer een theekan, denk ik. Ik denk of koffiepot. Apparaat. Boeken cd's, dvd's. Nee, je mag niet naar boven. Moet je eens even vragen of je naar boven mag of er überhaupt wat boven is. Even rustig aan hoor. Boom, ziek is leuk. We mogen graag als een armbandje iets uitkiezen. Echt waar? Nou, dat is wel heel lief. Oh, mag ik deze? Kijk eens omhoog. Neem mee. Wat de jongens. Ja, hier nemen. Mag ik deze? Maar ik ga er eentje voor mijn oma meenemen. Mag ik deze? Ga misschien iets voor mijn oma meenemen. Mag deze? Kijk! Deze ook, hè? Mag ik die dan? Eentje, hè? Oh. Het is of die, we gaan niet alles leegrouzen. Wow. Of een vogelhuisje. Wil ik liever de stier? Dat vind ik echt cool. En kijk, mama van Romy. Kijk jongen. Kijk, stop jongen. Jij. Kijk jongen, zijn nou kijk jongen. Kijk, ik heb nog leuk geld. Hoe leuk. Hoe leuk. Kleutel hangen. Hey, ja, ik heb al een stier. Papi. Ja, Romy heeft hier, wie is er gek op haaien? Nee. Ik niet. Dit is een zwaardvis. Hier, een krapje. Ben je aan het filmen, Mo? Ja. Eeuw. Hi, Mo. Leuk. Hey, en ik zag boven, eerste etage, hebben we boeken, cd's, dvd's, elektronica. Oh, boeken, ja. Misschien is Harry Potter. Vragen, mogen jullie naar boven? Hebben jullie naar boven? We mogen naar boven. Doei, doei. Vanaf hier kan ik heel mooi alles filmen. Vanaf hier kan ik alles heel mooi gaan filmen. Ga je mee? Boven kijken. Simon! Oh, allemaal cookies. Cookies? Hé, dit is een bibliotheek. Pas op, lage balken.
niet aanraken. Pas op lage balken. Nou, hier liggen dus heel veel boeken. Doei. Mag je zo kijken wat voor boek het is? Nee. Ah! Piep, sorry. Kijk, als je bijvoorbeeld creatief bezig wil zijn, dan heb je hier bijvoorbeeld een creatief boek. Oh, ik moet Harry Potter boek de Halfbloed Prins hebben. Gewoon waarom? Hebben. Waarom vind je het zo leuk? Gast, bij V&D kan je voor 1 euro halen. Ja, als je een keer een dagje wilt doen, dan heb je lage balken. Hoe bedoel je lage balken? Nou, voor lange mensen. Kijk, deze. Die zijn niet lang. Ik ben 1,49, ja? Nee, Harry Potter. Ben je 49? Ben je bijna? Ja, misschien daar tussen. Moet ik naar kinderboek? Ja, Harry Potter! Het zijn videobanden. Ja. Kom, kijk, Harry Potter! Ja! Ja? Echt? Waar, verstopt achter de kast. Ja. Geen Harry Potter, was een grapje. Kijk, een hele bak met allemaal cd's. Wat is zo'n grapje? Dat is erbij plaatsen. Kleine stapjes, grote stukken. Zo, non die u! Ja, het staat goed vol. Oh, kijk, als je nou bijvoorbeeld een tv'tje wil voor op je kamer. Dan. Met een D. Kinderboeken. Die hebben er een scheetje gelaten. Mo. Kijk, een Xbox. Josh. Josh, nou de Xbox. Die heeft mijn vader. Harry Potter. Kijk nou de Xbox. Xbox 1. Kijk. Mevrouw. Dat is nou de Xbox. Waar kun je, hoe kan je daar nou komen? Dan kan ik. Je vraagt een baas. Het is gewoon normaal, Josh. Kijk. Jensi, dit is voor jou. Oude DJ ding, denk ik. Jens? Robby, je bent er toch? Ja, Mo. Hey Mo, blijf jij even lekker in je stinkhoek staan. Ik doe ze voor rustig aan, joh. Staat daar met mijn poepjes te laten. Lekker in je stinkhoek. Oude Josh. Hoi, mijn moeder. Blijf jij even lekker in je stinkhoek. Stinkstorm. Hoi. Ah, doe even normaal, jij. Je post. Dat is oud. Ja, dat zijn allemaal hele ouderwetse boeken. Maar het is leuk om hier gewoon een keer heen te gaan en lekker te zien. Wacht, ik moet even mooie beelden maken, weet je? Ja, dat doe je heel goed. Kan je heel goed zien wat er allemaal staat. Ben je aan het opnemen? Ja.